Goedenavond. De politie heeft vandaag 19 supporters opgepakt van Dynamo Zagreb. PSV speelt vanavond in de Europa League tegen de club uit Kroatië. De beruchte supporters uit Zagreb, de Bad Blue Boys, overschaduwen de wedstrijd. Aan het einde van de middag werden 5 van hen opgepakt bij het Philipsstadion, maar onterecht. Want later bleek dat ze toch een geldig kaartje hebben. Sinds gisteren geldt er een noodverordening in Eindhoven. En alle supporters uit Kroatië die geen kaartje hebben voor de wedstrijd, die werden en worden opgepakt. Ja, en Paul Post die staat bij dat stadion, het Philipsstadion in Eindhoven, daar hebben we het over. Ja, de politie liet niets aan het toeval over, maar ja, het lijkt te hebben gewerkt, want er is niks gebeurd, hè? Ja, tot dusver is het rustig in en rondom Eindhoven wat betreft Kroatische voetbalsupporters. Een noodverordening. Kroaten zonder een geldige toegangskaartje waren niet welkom, zijn niet welkom in Eindhoven. Nou, vanmorgen al de eerste actie op Eindhoven Airport. Daar werden Kroatische supporters meteen aangehouden die wel in het bezit waren van een ticket richting Eindhoven, maar niet van een geldige voetbalkaartje. Die werden dus aangehouden en later op de dag heeft de politie nog meerdere andere Kroaten aangehouden die dus niet het benodigde toegangskaartje bij zich hadden om te legitimeren dat ze in Eindhoven waren. Collega Jan Walen was heel de dag in Eindhoven en maakte de volgende bijdrage. Eindhoven was vanmiddag helemaal klaar voor de komst van de Bad Blue Boys. De gewelddadige, harde supporterskern van Dynamo Zagreb. You're from the Blue Boys? Or something like that? Yes. Oké. Wow. So I have the honor to meet you here in Holland. Aanhangers zonder kaartje zijn niet welkom en daar wordt dan ook volop op gecontroleerd. Yes, they checking. It's not the first time, I believe. Yes, it's first time. Third time today. Yeah. Do you have a ticket? Yes, I have a ticket. Otherwise, you are not allowed here. No, I'm not a hooligan. I'm normal, normal supporter. You're not a bad blue boy. No, I am just for the football, nothing else. Maar grote ongeregeldheden bleven uit. Het is klaar hier in Eindhoven. Dank u wel. Dank u wel. We came to support our club and we don't, you know, we are not looking for any trouble and you know, I think most of the fans are thinking the same way. Het is dus rustig, maar toch zijn er aanhoudingen. Op Eindhoven Airport en in de stad zijn verschillende supporters aangehouden. Deze fan mag wel gewoon naar de wedstrijd. Nice match. Ciao. Thank you. Ja, Paul, dan sta je bij het Philipsstadion. Is het daar ook zo'n vesting? Want ja, de hele stad zag blauw, hè, van de agenten. Ja, het barst hier van de politie, ME-busjes, politie te paard, politie in burgerkleding. En ja, af en toe zie je een kluitje met Kroatische voetbalsupporters, Dynamo Zagreb supporters. En dan is de verhouding ongeveer 1 op 2, zie je 3 Kroatische supporters. Dan lopen daar zo'n 6 politieagenten omheen. Ja, ook hier rondom het stadion wordt niks aan het toeval overgelaten. Maar nogmaals, gelukkig is het, blijkt het misschien nergens voor nodig geweest te zijn. Want behalve dat het wat grimmig is vanwege die vele politie en het slechte weer, hier toch ook geen ongeregeldheden rondom het stadion. Ja, maar je kan je ook afvragen, van, was het nou wel nodig? Je schetst het al, 2 agenten op 1 supporter. Ja, het klinkt dat veel, hè? Ja, lastig in te schatten. Ik weet dat er signalen waren dat er zo'n 400-500 hooligans deze kant op zouden gaan. Nou ja, de reputatie van Bad Blue Eyes, Bad Blue Boys, zo moet ik het zeggen, ja, die liegt er niet om. Ja, dus dat ze hier in Eindhoven geen risico wilden nemen, dat kan ik me wel voorstellen. Maar ja, opgeteld met het slechte weer zijn er mondjesmaat maar Kroaten naar deze kant op gegaan. Dus ja, kun je inderdaad afvragen, was het nodig? Ja, we zullen het nooit weten. Nee, zeg, hoe zit het met die PSV-supporters? Hebben jullie nog wel een beetje zin in deze wedstrijd? Er is zoveel gedoe omheen. Ja, nou ja, je kan het je afvragen. Er worden zo'n 10.000 toeschouwers vanavond verwacht. Nou, en dat in een stadion van 35.000. Dat betekent dat er heel veel lege plaatsen zijn. Ja, het gedoe rondom die wedstrijd, het slechte weer. En misschien ook wel dat de Europa League niet zo heel erg meer aanspreekt bij de PSV-aanhang. Zorgt ervoor dat ook ja, de ambiance in het Philipsstadion vanavond toch niet optimaal zal zijn. Nou, dan nog even. Wat denk jij zelf van de wedstrijd? Gaat het leuk zijn? Gaat het wat worden? Nou, laten we het hopen. Ik weet in ieder geval van dit seizoen dat het enorm lastig is om wedstrijden van PSV te voorspellen. Maar op papier zeg ik wel dat PSV de grote favoriet is vanavond. Maar dat is geen garantie dat ze ook gaan winnen.